visserman met een visje uit zee. En dat is, ja, iedereen vindt het prachtig. Het fleurt heel IJmuiden op. Het ziet er zo gezellig uit en het is geluk dat het professioneels zijn volgens mij. Want die maken het juist mooi. IJmuiden is in het havengebied twee bijzondere street art kunstwerken rijker. Het gaat hierbij om een samenwerking tussen de gemeente Velsen en Amsterdam Street Art. Inwoners reageren enthousiast. Dat vinden we leuk. Kijk, er staat ook een kunstwerk daar verderop. Die twee roestige stukken. Daar. Nou, dat vindt dus eigenlijk niemand mooi. Maar je went eraan, het hoort er nu bij. Maar iedereen is veel enthousiaster over dit. Zeggen dat is veel leuker. Het street art maakt deel uit van het zogeheten project De Rauwe Loper. Het doel is om de vissersplaatsjes aan kracht te zetten en bezoekers een warm welkom te heten. En als het even kan, het karakter van IJmuiden beter voor het voetlicht te krijgen. Ik kom er langs bijvoorbeeld om naar de boot te gaan. En die kunnen dan zo denken van, hey, IJmuiden is wel een mooi plekje. Ja. Hetzelfde als hier op die brug ook. Dat was zo kaal, daar willen we ook graag bloemetjes en zo. En ik zou wel willen dat ze dat in meer de kale plekken deden in IJmuiden. Ja, dus voor herhaling vatbaar. Het is zeker voor herhaling vatbaar.